Een goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog met dit niet uitgeslapen hoofd. Het is 7:15, vroeg, koud, vol, aangekleed, zwart truitje en mijn Nike's. Dus, ik ga even mijn dingetjes doen en daarna ga ik eventjes aan het werk. En Nieuws is lekker vroeg vrij, dus we gaan vanmiddag eventjes naar een winkeltje toe. That's planning, let's go! Fijn, ik wilde dus mijn eten voorbereiden, gaan vloggen. Batterij leeg. Klasse reeds. Yo. Yo. Dus. Maar goed, eet ik een hele kip uit de oven. Ik en zij. Zij rijst met dopertjes en ik broccoli met oesterzwam en shiitake en een beetje rijst misschien. En kip. En die daar. Eet pizza met papa. We moeten trainen dadelijk. En we kijken of een bui daar is naar hun. Wat? Arrogantievloggie. Nee. Dus. Kijk maar mijn knop. Niet hoe het even maar was gedaan. Precies. Zit ik voor een meter. Oh, chips. Ik moet dat douchen. Ja. Dus. Ik ga het... mijn camera maar wel op de oplader leggen en we proberen dadelijk nog wat te vloggen. Sorry. Een goedemorgen. Het is donderdag. 8:00. Waarom zo vroeg? Nou, ze komen weer bloedprikken dadelijk, dus ik ben benieuwd. En ik ben overbelicht. Top. Dus, en ik heb het koud. En ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. En gisteren was echt de meest waardeloze vlogdag die ik heb gehad, geloof ik. En het zal vandaag niet veel anders wezen. Ik heb niet veel te vloggen. Nee, dus. Maar goed, mijn batterij is in ieder geval vol. Dus punt. Ik ga mijn medicijnen innemen. We zijn weer simpel. Trui. Broek. Nike's. Top. Verse zatensoep. Een recept staat op de site. Lekker? Ze eet geen zatensoep. Ja, als het haar uitkomt.
zonde, maar deze rakkers gaan er echt af. Ze zijn echt te lang en ik kan niet meer typen. Doei doei. Maar voordat ik mijn nagels eraf ga jassen, arts belde net en dan is morgen bloed geprikt. En het was een keer goed. De ontstekingswaarden zijn gedaald naar 11. In plaats van 114 of 78. Dus helemaal happy de puppy. Kalium was goed, natrium was goed. Alleen, mijn bloedplaatjes zijn niet goed. Die horen normaliter op 150 te staan. Die staan bij mij op 1493. Dus ik heb gelijk contact gehad met de internist. Maar dat kan zijn nog een piek zeg maar van de ontsteking. Dus volgende week weer prikken en die week daarna weer prikken. En anders moet ik aan de bloedverdunners. Maar voor nu even geen paniek. Maar ik ben blij. Blij, blij. Mag het een keer? Dus, oké. Nagels doen. We zijn weer lekker aan het blogposten. Hey, doen dan. Oh my god. Kijk, we zijn live. Oh my god. En deze meid zit net gewoon echt mijn pyjamabroek vol te zeiken van het lachen. Slecht verhaal. Ik heb er niet echt in gezeten hoor. Nee, het zuipelt langs je benen. Serieus. Ik zat net de hele tijd haar kop in te zoomen. Jezus. Ze zat haar kop in te zoomen op Instagram. Tuig. Oh, kijk hoor. Shit. Hallo, vlog. Ik volg al lang Rochelle. Oh, wacht, ik ga je opzoeken. We gaan de vlog afsluiten. Zij is moe. We zijn een uur live geweest. Op Insta. Was hartstikke gezellig. Leuk. Maar ik ben kapot nu. En ik heb pijn mijn poot. Maar ja, dat is mijn eigen stom schuld. Dus. Ja. Maar het wordt ook kouder. En dan gaat die, gaan die hechtingen trekken, zeg maar. Dat is wel kut en zo. Maar goed. Vlog afsluiten. Opruimen. Make-up eraf halen. En naar bed toe. En ik zie jullie morgen. Doei. Een hele goede middag. Het is vrijdag. Middag. 11:15. Ja, waarom zo laat? Geen idee. Ik had vanmorgen even geen zin. Ik krijg beuren toch? De zon schijnt en het regent. En ik wilde mijn auto gaan stofzuigen. Maar ik ga dus echt niet in de regen staan. Dus misschien vanmiddag nog. Ik zit nou niet even lekker op de bank. Even helemaal niks doen. Ik heb net even mijn huisje een beetje gedaan. Ik heb het koud. Dus ik ga het zomaar weer even een vest aantrekken, denk ik. Ja, dat ga ik doen. Ja. Ik heb gisteren mijn nagels afgeknipt. Het zijn nu echt kort. Maar moest wel, want ik kon echt niet meer typen. Oh, kut. Dus. Meneer is op school, was je ook op school, nou die is nu vrij. Maar die gaat met een vriendinnetje mee, die blijft daar slapen. Gezellig voor die tut. Dus. Ja, verder heb ik niet veel te doen eigenlijk. Nou, ik heb ook niet echt veel zin vandaag. Echt niet gewoon, ik ben niet vooruit te branden. Ken je dat? Ugh. Zal met weer te maken hebben ofzo. En er is geen fik op de tv. Of nou, ik ga even mijn programma's terugkijken zo. En ik wilde op een zonnebank, maar dat gaat nog steeds niet. Dus. Ik heb wel mijn nagels gaan lakken. Nou, ik heb daar wel zin in. Heb ik ook zin in. Nee. Het is wel een leuke vlogdag. Maar ja, goed. Oh, ik zie dat mijn batterijtje weer gaat knipperen. Het is niet te geloven, werkelijk waar. Dus ik ga jullie even aan het stroom leggen en ik zie jullie dadelijk alweer. En daar zit ze weer, de meest waardeloze vlogster van YouTube. Werkelijk waar. Het is
vijf, half zeven. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik ga douchen. Ik ga mijn nest in. Ja. Ik ben vanmiddag in slaap gevallen. Dat was even lekker. Een beetje teken van de bank wordt afgebeld. Ik ben gewoon een beetje moe. Ik had vanmiddag al gezegd. Ik heb geen zin. En ik heb ook echt geen kloot gedaan vandaag. Dus, maar goed, morgen wel een planning. Morgen moet ik niet uit voetballen. Morgen daarna willen we eventjes met z'n drietjes naar Leidsehagen. Moet er allemaal kleertjes kopen. Nou goed, dan gaan we kleren kopen. Dus zo te doen. Dus dat gaan we even doen morgen. Ja. Dus, maar goed, ik ga nu het vlogje, nou het vlogje. Tekst afsluiten. En ik zie jullie morgen. Doei. En goedemorgen. Het is zaterdag. Fucking vroeg. 8:30 of zo. Juk op mijn neus. Andere oorbellen in. Maak er zin in. Dus, kut weer. Medicijnen nemen. Boodschappen doen. Werken. En daarna shoppen. Met mijn schatjes. Yes. Let's go. Ik betrapte mezelf dus ergens op, hè. 1 pakje boter. In 1 dag. Hoe dan? Ik ben gewoon boterverslaafd. Erg, hè? Maar het is gezond. Zo, even een chill moment. En even een tief moment. Ik heb het even niet naar mijn zin. Ik moest bewegen en zo. Even een klap in mijn bek weer, zeg. Verdomme. Ik heb het op social media geplaatst, gaat niet op de vlog zeg in ieder geval. Het is gewoon weer foute shit. Ik ben gewoon weer zo hard gedaald. Dus daar word ik even niet vrolijk van. Maar goed, de rolonier is bijna klaar. En dan gaan we naar Leidsehagen shoppen. Heb je zin in? Nee, niet meer. Ik is ietsje dag van gallen, hè. Ugh. Mensen die aan het afvallen zijn, die worden echt chagrijnig als ze weer een kilo aan zijn gekomen. En als ik 10 kilo ben afgevallen, dan word ik chagrijnig. Oh. Maar goed. Ik hoop dat het maar eventjes is, een bepaald momentje. Want meestal als ik in zo'n dip blijf hangen, dan wordt het niks meer vandaag. Maar goed. Ik heb het koud. Ik ga het zo even lekker bij mijn dochter zitten, denk ik. Dus, ik wil nog steeds mijn oude stofzuigen, maar ik denk dat ik maar dat heel lief van Nio gaat vragen dadelijk. Dus, maar goed, ik ga het even opwarmen. Even een hechting update. Het ziet wel netjes uit. Hier zit er 1. Hier zit er 1. En hier zit er 1. Gaat goed.
shop vlog. Ras gaat even showen. Wij hebben een wit vest met een ruitje erin. Lekker. We hebben een zwart vest. En we hebben een trui van de mannenafdeling gejat. Ik vond hem zo leuk. En ik wilde heel graag een witte trui. Dus top. Goed geslaagd. En we gaan gelijk de vlog afsluiten. Ik weet het, is super vroeg. Maar ik heb verder niet veel met vloggen. Jij? Maar wel blij dat mijn chickie weer thuis is. En leuk gehad? Zou het logeren geweest bij een vriendinnetje? Leuk. Dus, nee, ik ga het even douchen en mijn haar wassen. En dan moeten we even op Rome wachten, want die is nog even weg. Dus als hij thuis komt, ga ik even eten maken. En dan. En ik moet deze vlog nog editen, want morgen openen we weer een nieuwe vlog. Wat? Morgen openen we weer een nieuwe vlog. Goed toch? Goed toch? Ja, toch. Dus duimpje omhoog als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei!